Dochters, kleinzonen, wij. De Indische gemeenschap. Een verzamelnaam voor alle voormalige inwoners van de kolonie. Variërend van Hollandse ambtenaren en militairen tot Indo-Europese, Molukse, Chinese, Togoenese, Armeense, Papua, Indo-Afrikaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders. Aangevuld met de zogeheten veilig gestelde Indonesische gezinnen van wie de vader voor de Nederlandse inlichtingendienst werkte. Wij dus, het resultaat van de voortdurende aanwezigheid van een koloniaal leger in de voormalige kolonie Nederlands-Indië om de Nederlandse handelsbelangen te beschermen, komen wij nu, na 75 jaar, met iets meer kabaal dan voorheen, verhaal halen. De meeste Indo's die nu in Nederland rondlopen, naar schatting 1,5 tot 2 miljoen, stammen af van de Indo-Europeanen die zijn ontstaan dankzij oorlogen. Koloniale oorlogen. Eufemistisch werden deze expedities genoemd. Expedities op de verschillende eilanden, eigenlijk overal waar wat te halen viel. Uiteindelijk is de arrogantie van Nederland en dat witte superioriteitsgevoel van de koloniaal ten opzichte van de Aziat en afstammelingen met Aziatische wortels abrupt afgestraft door de Japanse bezetting. En toen na de Japanse bezetting Nederland eigenlijk iets geleerd had moeten hebben van de Duitse bezetting, bleek dat, hoewel het duidelijk was dat de Nederlandse bezetting van de Indonesische archipel niet langer houdbaar was, toch niet onmiddellijk toe. Ze hadden nog niks geleerd van die Duitse bezetting, maar trachtten de al kwijtgeraakte kolonie te behouden via gewapende strijd en noemden die heel netjes politionele acties. Los van de pijn, de trauma's, het nodeloos bloedverlies en het ongelijk van deze acties was het voor de Nederlandse schatkist een extra financieel verlies dat Nederland in opbouw na de Tweede Wereldoorlog zich niet eens kon permitteren. Deze manifestatie vraagt aandacht voor het uitgebleven rechtsherstel, voor de duizenden oorlogsslachtoffers uit voormalig Nederlands-Indië. En over de precieze details daarvan gaat Griselda Molemans, die het allemaal heeft uitgezocht en daar erg lang over heeft gedaan, u nog veel meer vertellen. Daar ga ik niet op in, dat komt straks allemaal. Maar ik vertel dat na lang te zijn doodgezwegen en te zijn weggezet als een gemeenschap die graag zwijgt en graag zou verzwijgen, dat geduld niet meer heeft. Wij staan hier nu samen om te schreeuwen dat het geduld van onze ouders en voorouders geen manier was om te zeggen: overheid, neem je tijd, betaal wanneer het uitkomt, ja. De tijd van beleefd wachten, vol vertrouwen, omdat er heilig werd geloofd dat het herstel van betalingen nog wel zou komen, is na 75 jaar voorbij. Langzaam maar zeker knakte het vertrouwen. Maar te oud en te verdrietig met trauma's die ze hebben opgelopen door onjuist handelen van de overheid, van regering na regering, zetten hun kinderen en kleinkinderen hun smart nu om in protest. In de recente regeringen zijn er wel eens wat gebaartjes gemaakt. En dat is ook met plezier ontvangen, hoor. Maar ja, wij willen ons niet meer zoet laten houden. Regeringen hebben niet goed gemaakt dat de geïnterneerden, zoals bijvoorbeeld mijn vader, mijn ooms, mijn opa, die onder voet uit de Japanse kampen kwamen met slechts een schaamlap om zich te kleden, hun eigen uniform moesten betalen. Dat de Indo's de gebeten hond werden en in de Bezi-abtijd door een hel gingen, en niet alleen de Indo's. Dat ze moesten vluchten en terechtkwamen in een ongastvrij land dat van hen profiteerde en 70% van hun loon aftrok voor levensonderhoud waar zij zelf niets over te zeggen hadden. En dat ze soms nog jarenlang met schulden liepen die ze niet konden betalen, terwijl de overheid de schuld aan hen nog steeds moest inlossen en nog steeds niet heeft ingelost. Dat Molukkers hier terechtkwamen, nog niet te spreken van de behandeling. Dat door de ambivalente houding van de Nederlandse overheid ook de situatie van de Papoea er niet op vooruit is gegaan. Er valt nog veel meer op te noemen, maar ik laat het hierbij, want er komen nog veel meer sprekers en er gaat ook muziek komen zoals het hoort bij een Indische gemeenschap. Maar ik wil nog even zeggen dat het meest recente gebaar, de erkenning voor Indische en Molukse gemeenschap,
dit jaar weer een manier is om schuld af te kopen die weer helemaal mislukt. En die alleen maar laat zien met hoeveel neerbuigendheid er naar onze gemeenschap wordt gekeken. Eerst was het een soort wedstrijd wie de snelste was. En dit jaar is het een loterij, alsof kwaliteit er niet toe doet. Alsof de overheid, zoals Sinterklaas, de opdracht heeft gegeven om even niet met pepernoten te strooien, maar met muntstukjes en laat ze elkaar maar lekker beconcurreren. De verdeel- en heerspolitiek van de koloniale tijd wordt willens en wetens in 2020 nog altijd doorgezet. Vandaag roepen de kinderen en kleinkinderen en nog enkelingen die nog in leven zijn van deze geduldige generatie, die aanvankelijk nog braaf wachten, op van genoeg is genoeg. Genoeg! Ik sta hier zelf vooral om samen met u allen te roepen. Het is nooit te laat voor excuses. Het kan nog altijd. Het is laat, maar dat geeft niet. Doe het nou maar. Hè? En zeg niet dan, nou, dat maakt niet zo uit. En mensen zijn heel vriendelijk. Nee, het is nooit te laat. Doe het nu. En excuses, ja. Je kunt niet zomaar door een zebrapad heen rijden en dat er 6 mensen verongelukken met je auto doorrijden en denken van, ja, maar als ik stilsta, dan moet ik voor die mensen gaan betalen. Behandel onze ouders en grootouders met respect. Hun trouw aan de Nederlandse vlag is al 75 jaar door de overheid belachelijk gemaakt. Herstel het vertrouwen. Ik blijf even hier, want jij moet zo weg, maar ik ga jou wat overhandigen. Ja, dat wil ik. Kom maar. Zo. Vanaf nu honoreren we allemaal elkaars inzet. En ik honoreer hierbij de inzet van Marion Bloem voor haar hele oeuvre. Maar ook voor het boek Indo, waar haar fijn uitgelegd staat hoe de zaak in elkaar steekt. Op pagina 311, 12 en 13, volgens mij uit mijn hoofd, staat een heel stuk over rechtsherstel en de symboolpolitiek. Marion, heel, heel hartelijk dank. En succes met je boek straks. Mijn grote dank aan jullie, aan je ongelofelijke inzet en onvermoeibaar, en aan Griselda Molemans. En ga door, tot het is geleverd. Dankjewel, succes. Ze gaat nu naar haar eigen boek bespreken.